Dan zijn we nu aangekomen bij datgene waarvoor u in zo grote getale bent hier naartoe gekomen. De voordracht van professor Sarah Durston. In de media is er eigenlijk heel veel te doen rond de ADHD. We hebben dat als Hersenstichting het afgelopen jaar in 2012 ook aan de lijve ondervonden. En daarbij spelen vragen als bestaat ADHD eigenlijk wel? Of zijn het ouders van nu nou domweg niet meer gewend aan een beetje drukke kinderen? Is het eigenlijk wel een hersenaandoening of komt het gewoon door de opvoeding of door gedragscomponenten? En waarom slikken er zoveel kinderen in Nederland medicijnen tegen druk zijn? Helpen die medicijnen? En wat zijn eigenlijk de gevolgen op lange termijn van het slikken van al die medicijnen? Wij hopen dat de spreker van vanmiddag enige klaarheid kan brengen in deze verwarringen en opvattingen rond ADHD. En ik wil nu graag even professor Durston introduceren aan u. Zij is sinds 2012 hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen aan de faculteit geneeskunde van het UMC Utrecht. Zij doet onderzoek naar kinderpsychiatrische stoornissen, onder andere ADHD en autisme. In haar werk combineert zij verschillende invalshoeken, zoals cognitieve psychologie, neurobiologie, genetica en neuroimaging, om de biologische paden naar het ontstaan van de kinderpsychiatrische aandoeningen in kaart te brengen. Om het MRI-onderzoek te kunnen uitvoeren met jonge kinderen heeft ze procedures ontwikkeld die uniek zijn in Nederland. Zo heeft zij bijvoorbeeld een oefen-MRI-scanner ontwikkeld om te testen welke kinderen eigenlijk geschikt zijn voor dit type onderzoek. In 2008 ontving zij de trofee van de wetenschap van de Hersenstichting voor haar neurobiologische onderzoek naar ADHD. En in 2011 ontving zij een Viki-subsidie van NWO, een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland, om haar onderzoekslijn verder te ontwikkelen. Sarah Durston is lid van de Jonge Academie van de KNAW. De titel van haar lezing is ADHD in de hersenen of tussen de oren. Dames en heren, een warm applaus voor professor Sarah Durston. Dames en heren, ik vind het een hele eer om hier te staan. En een hele eer ook dat u met zulke grote aantallen hierheen bent gekomen om te horen wat ik te zeggen heb. Ik was dan ook erg verheugd toen de Hersenstichting mij vroeg of ik dit jaar de Nationale Hersenlezing wilde verzorgen, hoewel de aanleiding daarvoor misschien wat minder leuk was. De Hersenstichting zei namelijk eind vorig jaar in een reclamespotje dat ADHD een hersenaandoening was. En dat kwam ze te staan op een klacht bij de reclamecodecommissie met de claim dat de Hersenstichting door dat te zeggen de farmaceutische industrie in de hand speelde. Want de farmaceutische industrie die probeert immers ADHD te bestrijden met pillen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Terwijl je met een beetje meer verdraagzaamheid en gedragstherapie dat eigenlijk ook al prima kunt doen. Het is een uiting van een maatschappelijk kritische houding naar ADHD. ADHD, bestaat dat eigenlijk wel? Alle kinderen zijn toch gewoon druk? Toen wij jong waren had ook nog nooit iemand van ADHD gehoord. Het is gewoon een modeziekte, een artefact van onze moderne westerse maatschappij, waarin we geen tijd en aandacht meer hebben voor onze kinderen. Maar is dat nou wel zo? Ik vind dat namelijk ook nogal een claim. Is het zo dat wij ons door de farmaceutische industrie een loopje met ons laten nemen, omdat we te druk zijn voor onze kinderen? Wat ik wil doen vandaag, dames en heren, is u de feiten presenteren zoals ik ze begrijp, zodat u zelf kunt beslissen. Mijn slide doorklikding doet het niet. Of ADHD in de hersenen zit of tussen de oren. Mensen van de techniek, kunnen jullie de slide doorklikken? Het is het pijltje naar rechts. Oh, hij doet het. Dank u wel. Kijk, dat maakt het makkelijker. En wat ik wil doen om te beginnen, is u te vertellen wat de geschiedenis eigenlijk is van het fenomeen ADHD, zoals wij dat vandaag kennen. En die begint, denk ik, de eerste beschrijving die ik heb kunnen vinden van een gedrag dat lijkt op iets wat we nu ADHD zouden noemen, is van Hippocrates, nog van de oude Grieken.
Hippocrates is een Griekse arts, was een Griekse arts en de grondlegger van de westerse moderne geneeskunde. Hij was de eerste die het idee opperde dat ziekte zou kunnen ontstaan door ziektemakers, door dingen die iets verkeerd met je deden en iets anders dus zou kunnen zijn dan een straf van de goden. En hij beschreef in zijn werk een jongere die last hadden van een versnelde reactie op sensorische ervaringen, maar ook verminderde vasthoudendheid, omdat de ziel snel overgaat naar de volgende indruk. Hij noemde het natuurlijk geen ADHD, maar het is toch wel een vorm van gedrag die lijkt op wat we dat nu zouden noemen. Ook Shakespeare heeft in zijn werk, in zijn toneelstuk Henry VIII, Henry VIII, beschrijft hij een aandoening van de aandacht. Een van de karakters in dat toneelstuk zegt op een gegeven moment in dat toneelstuk dat hij is aangedaan met the disease of not listening, the malady of not marking, de ziekte van het niet luisteren, de aandoening van het niet markeren wat er gebeurt. In 1845 schrijft de Duitse kinderarts en kinderboekenschrijver Heinrich Hoffmann een gedicht genoemd Die Geschichte van Zaproep Philip. In het Engels is dat vertaald naar Fidgety Philip. En in dit gedicht beschrijft hij een jongen die aan tafel met zijn ouders zo zit te wiebelen dat hij op een gegeven moment aan het tafelkleed trekt en al het eten op de grond trekt. Nu zijn dit natuurlijk allemaal nog literaire beschrijvingen van iets wat lijkt op ADHD. In 1902 geeft de Engelse arts George Still, de man die te boek staat als de stichter van de kindergeneeskunde, een serie lezingen aan de Engelse Royal College of Physicians, dat is het Koninklijke College van Artsen, over abnormal psychical conditions in children, abnormale psychische aandoeningen bij kinderen. En hij beschrijft daarbij ook een gedragsstoornis, een erfelijke gedragsstoornis die lijkt op wat we nu ADHD zouden noemen. En het is de eerste keer dat ADHD aan erfelijkheid gekoppeld wordt. In 1918 wordt de biologische basis van ADHD nog wat sterker aangezet. In dat jaar treedt er een pandemie op van de Spaanse griep die heel veel doden maakt. 75 miljoen doden. Dat is een derde van de wereldbevolking op dat moment. En van de mensen die het overleven ontwikkelt een deel encefalitis, hersenontsteking. En de mensen die dat overleven, een opvallend groot aantal daarvan laat symptomen zien, heeft gedragsstoornissen die lijken op wat we nu ADHD noemen. En daaruit is ook de term minimal brain damage, MBD, ontstaan, wat nu wordt gezien als een van de eerste namen van ADHD. De eerste suggestie dat het iets anders dan een hersenaandoening zou kunnen zijn, komt eigenlijk pas in 1960 van de Amerikaanse kinderpsychiater Stella Chess. Zij schrijft een boek waarin ze ADHD-achtig gedrag hyperactive child syndrome noemt. En zij koppelt het aan problemen in de opvoeding. Dat is iets wat we ook vandaag de dag natuurlijk nog vaak horen. Nou, de ADHD doet pas zijn intrede in het handboek voor de psychiatrie, de zogenaamde DSM, Diagnostic and Statistical Manual, in 1980. Dan wordt het daar geïntroduceerd als psychiatrische diagnose met de naam ADD met of zonder H. En ADD staat voor Attention Deficit Disorder, aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit dus. In 1987 wordt dat vervangen met ADD of ADHD. En in de huidige versie van de ADHD, de DSM-4, kennen we ADHD met drie verschillende subtypes. Het inattente subtype, het hyperactief impulsieve subtype of het gecombineerde subtype, waarbij mensen dus van beide kanten van de aandoening last hebben. En ook in de volgende versie van de DSM, de DSM-5, die we verwachten in mei 2013, blijft deze diagnose gewoon opgenomen. Dus samenvattend kunnen we stellen dat ADHD een historisch fenomeen is. Dat de term ADHD daarentegen pas bestaat sinds de jaren 80. Dus toen ik op school zat, had er inderdaad nog nooit iemand van ADHD gehoord. En pas in de jaren 60 is het idee eigenlijk ontstaan dat het iets anders kon zijn dan een hersenaandoening. Nou, dan iets anders wat we veel horen over ADHD is dat het vooral een westerse aandoening is. En dat het eigenlijk in andere delen van de wereld niet voorkomt. Dus daarom wil ik ook even met u kijken naar de prevalentie van ADHD in de wereld, wereldwijd. En als we nou kijken naar de prevalentie in Nederland en die vergelijken met andere landen om ons heen. In Nederland wordt de prevalentie geschat op 3 tot 5%.
En dat is, dat moet ik er wel bij zeggen, dat is op basis van oude getallen uit Nederland zelf en op basis van de prevalentie in andere westerse landen. Hele recente cijfers zijn er niet vanuit Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de Verenigde Staten, daar ligt de prevalentie, het voorkomen van ADHD, zelfs nog iets hoger. Daar is het 5 tot 7%. Het Verenigd Koninkrijk 8%. Duitsland 5%. Spanje 7%. Dus het valt op dat eigenlijk deze landen allemaal prevalenties rapporteren die redelijk in lijn met elkaar zijn. En dat Nederland zelfs wel aan de lage kant lijkt te zitten. Als we dan verder gaan, we gaan naar wat minder westerse landen kijken. Rusland 6%, Korea 6%, China 5%, Afrika 7%. Als je dat zo ziet, dan lijkt het er dus niet op dat ADHD alleen maar iets is van westerse landen. Nou, de nette manier om dit soort cijfers met elkaar te vergelijken, hè, die prevalentie in de verschillende landen, is om alle gegevens die beschikbaar zijn uit dit soort studies met elkaar te combineren en eigenlijk op een grote hoop te gooien en samen te analyseren in een zogenaamde meta-analyse. Dat is tot op heden 2 keer gedaan voor de prevalentie van ADHD. 1 keer in 2007 en toen nog een keer vorig jaar in 2012. En ik ga u het plaatje laten zien uit de meta-analyse van 2007, simpelweg omdat die van 2012 zo'n plaatje niet heeft opgenomen. En het is toch wel iets visueler dan tekst. Nou, als we dit bekijken, dan zien we dus dat wereldwijd, over alle landen heen, wordt de prevalentie net iets hoger geschat dan die 5%. De westerse landen hier, Europa en Noord-Amerika, die zitten daar redelijk omheen. Maar ook als je naar de andere landen kijkt, dan zit er wel wat verschil in, maar iedereen zit toch wel redelijk in deze marge. Wat verder opvalt, en dat is wel opvallend, is dat er ook, voor zeker voor landen, voor gebieden waar nog niet veel studies gedaan zijn, zie je hele brede balken. Dat betekent dat er veel variatie is in de prevalenties die gerapporteerd worden. Nou, het mooie van zo'n meta-analyse is dat je dan die gegevens die je allemaal met elkaar gecombineerd hebt, en dat waren in dit geval gegevens van bijna 180.000 mensen, dus dat is een hoop informatie, kunt gebruiken om te kijken waar die verschillen in die prevalentie die gerapporteerd wordt dan vandaan komt. Heeft dat iets te maken met de geografische locatie waar die studies zijn uitgevoerd of niet? Nou, dat blijkt erg mee te vallen. De variatie blijkt vooral af te hangen van de leeftijd van de mensen die zijn onderzocht. En dat klopt ook, want we weten dat ADHD meestal gediagnosticeerd wordt rond de schoolgaande leeftijd. En dat van de kinderen van de mensen die op kinderleeftijd ADHD heeft, ongeveer 1/3 niet meer aan de criteria daarvoor voldoet op het moment dat ze volwassen zijn. Het hangt ook af van de manier waarop je ADHD meet. Ga je alleen symptomen tellen? Ga je vragen van, goh, hoeveel symptomen van ADHD heeft uw kind? Heeft hij dit, heeft hij dat, heeft hij zus, heeft hij zo? En op het moment dat hij boven een kritische grens uitkomt, noem je dat dan ADHD? Of vraag je ook of er een beperking is? Of het kind last heeft van die ADHD? Of het hem beperkt in zijn dagelijks functioneren? En dat is een heel belangrijk punt, want in het handboek voor de psychiatrie, de DSM, staat dat je alleen maar de diagnose ADHD mag stellen als een kind symptomen heeft van ADHD, boven een kritische grens, maar ook er beperking van ondervindt in het functioneren. En ook functioneren in 2 settings, dus niet alleen thuis en niet alleen op school, maar allebei. En de derde factor die belangrijk blijkt te zijn voor de prevalentie die wordt gerapporteerd, is de persoon aan wie je vraagt of een kind ADHD-symptomen laat zien. Of je het aan de ouder vraagt, aan het kind zelf of aan de leerkracht. Dus concluderend hieruit zien we dat ADHD een wereldwijd fenomeen is en dat de gemeten prevalentie vooral af lijkt te hangen van de manier waarop je het meet en niet van de geografische locatie van de studie. Nou ja, als je dit zo ziet, hè, is ADHD een historisch fenomeen. De prevalentie is over de wereld heen eigenlijk vrij vergelijkbaar. Dan vraag je je toch af, waar komt dan al die controverse vandaan? Dat is iets waar je dan toch wel over zou kunnen verbazen. Dus ik dacht, het is misschien ook wel goed om daarover na te denken en daar het een en ander met u over te delen. En ik denk, ik zie eigenlijk 3 dingen die meespelen bij die controverse. Het eerste is dat er meer aandacht is gekomen voor ADHD. Dat zie je aan het aantal wetenschappelijke publicaties over de aandoening. Die zijn echt explosief gegroeid de laatste 15 jaar. En je ziet het ook in de media. Dat heeft als effect dat er meer kinderen worden verdacht van ADHD. Meer kinderen worden doorverwezen voor diagnostiek. En ook meer kinderen worden behandeld voor ADHD. En ik wil benadrukken dat dat ook goed is.
Want we vangen daardoor wel kinderen met ADHD die vroeger misschien gemist zouden zijn, omdat het bij niemand opkwam dat er iets mis aan de hand zou kunnen zijn. Dus gewoon lastig werden gevonden. Kinderen die wel hulp nodig hebben en dat vroeger misschien minder makkelijk gekregen zouden kunnen hebben dan nu. Maar wat je wel ziet, en wat u hier ziet, is het aantal op de i-as, dus op de verticale as, het aantal recepten voor ADHD-medicatie per jaar. En dat is dus iets anders dan het aantal gebruikers van ADHD-medicatie. Dat wil ik even benadrukken. En wat je ziet, is dat er een enorme stijging is in het gebruik van ADHD-medicatie in de jaren tussen 1998 en 2008. En die stijging is ook in de jaren daarna doorgegaan, maar daar kon ik geen plaatje van vinden, vandaar dat ik deze heb genomen. En dat suggereert, deze enorme toename, het is bijna niet voor te stellen dat dit alleen maar te maken heeft met het vangen van kinderen die we vroeger gemist zouden hebben en die nu terecht hulp krijgen. Dus het suggereert dat het voorkomt dat er kinderen een ADHD-diagnose krijgen en daarvoor behandeld worden die dat misschien niet nodig hebben. Zonder meer door goedbedoelende hulpverleners, daar twijfel ik niet aan. Maar het benadrukt dus wel hoe belangrijk het is dat als een kind verdacht wordt van ADHD, dat hij of zij wordt doorverwezen naar iemand die gespecialiseerd is en de papieren heeft om die diagnose ook te kunnen stellen en de behandeling in te kunnen zetten. Het tweede punt dat met deze controverse te maken heeft, denk ik, en wat je ook vaak hoort is, ja, maar ja, alle kinderen zijn toch druk? Dat is toch geen ADHD? Nou, dat klopt ook, denk ik. Inderdaad, alle kinderen zijn wel eens druk en dat is inderdaad geen ADHD. Deze curve op deze dia is een normaalverdeling. En als je hier op de horizontale as, de x-as, een symptoom van ADHD zet, laten we zeggen druk gedrag, en op de y-as staat het percentage kinderen dat op een bepaald niveau dat symptoom, dat gedrag laat zien. Wat je ziet is dat verreweg de meeste kinderen vallen hier in het midden. Dus die laten inderdaad wel eens druk gedrag zien en ook wel eens niet. En die zijn heel gemiddeld daarin. Maar je hebt ook in de staart en aan de linkerkant kinderen die extreem rustig zijn. Die eigenlijk nooit druk zijn of bijna nooit. Aan de andere kant van deze verdeling zitten kinderen die wel erg vaak druk zijn. En druk gedrag laten zien. Dat hoeft nog geen ADHD te zijn. Het is pas ADHD op het moment dat het ook een beperking levert in het functioneren van het kind. Een gerelateerd punt hieraan, en een vraag die ik vaak krijg als ik dit soort lezingen geef, is van ja, maar ja, ADHD, weet je, dan ben je een beetje druk. Dat is toch eigenlijk helemaal niet zo erg, want mensen met ADHD, dat zijn toch ook juist hele creatieve mensen die ontzettend goed out of the box kunnen denken. En ook dat is iets waar wat voor te zeggen is. Deze man bijvoorbeeld is Richard Branson. En hij is de oprichter van Virgin. Van zowel het platenlabel als de muziekwinkels, als de luchtvaartmaatschappij, als ook binnenkort de ruimtevaartmaatschappij. En hij dankt zelf zijn succes aan zijn ADHD. Hij zegt dat hij zijn tomeloze energie en zijn creativiteit ontzettend goed kan gebruiken in zijn werk. En ook wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er aspecten zijn van ADHD. En van ADHD-achtig gedrag, moet ik dan eigenlijk zeggen. En van factoren die samenhangen met ADHD, die voordelig kunnen zijn voor de mensheid. Bijvoorbeeld het DRD4-gen, dat is een gen dat geassocieerd is met ADHD. Het geeft een verhoging van de kans, als je een bepaalde variatie van het gen hebt, dan geeft het een verhoging van de kans dat je ADHD gaat ontwikkelen. Maar dat gen dat is ook gekoppeld aan exploratie en onderzoekend gedrag en op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen in je omgeving. En dit is bijvoorbeeld een kaart, dat is een studie van 2 jaar geleden, waar ze gekeken hebben naar de verdeling van dat gen over de wereld. En dit is een kaart van de kolonisatie van de wereld door de mensheid, Homo sapiens, tussen 50 en 100.000 jaar geleden. En de patronen waar langs de mensen uit Afrika de rest van de wereld bevolkt hebben. En wat opvalt is dat de variant van dit gen die geassocieerd is met ADHD, dus die vaker voorkomt bij ADHD, ook het vaakst voorkomt op de plekken die het verst weg liggen van Afrika. Dus de mensen die het exploratiefst waren, die erop uitgingen om te kijken of ze nieuwe gebieden konden vinden om te wonen, dat heeft ook een link met dat ADHD-gen. Kortom, er zijn zeker aspecten van ADHD-achtig gedrag die ook evolutionair voordelig kan zijn. Dus ook hier geldt weer, ADHD is dat erg. Het is pas erg als je er last van hebt en als het
beperking oplevert in je dagelijks functioneren. En ook dan mag je pas de diagnose stellen. Goed. Dan het derde punt. Waar ADHD ook controversieel is. Is het wel een hersenaandoening? En dit is ook iets wat de Hersenstichting natuurlijk aan de lijf heeft ondervonden. Dit is iets wat mensen een vervelend idee vinden. En ik moet zeggen, daar heb ik me erg over verbaasd. En discussies ook over gevoerd met verschillende mensen. En mijn conclusie is uiteindelijk dat er eigenlijk drie misverstanden zijn die leven. Die eraan ten grondslag liggen dat mensen het een vervelend idee vinden dat ADHD een hersenaandoening zou kunnen zijn. En de eerste is dat als je zegt dat ADHD een hersenaandoening is, dat je dan eigenlijk zegt dat de hersenen de oorzaak zijn van de ADHD. Dat is niet zo. De oorzaak ligt ergens anders. Dat ligt in een verandering in de genen of meerdere veranderingen in de genen of een verandering in de omgeving. De hersenen zijn slechts het orgaan in het lichaam waar die oorzaak vertaald wordt naar gedrag. Bovendien zijn de hersenen zelf ook vormbaar door gedrag. Als je een maand gaat oefenen met jong leren, dan wordt je motorschorsen dikker. Verbindingen die veel gebruikt worden in het brein, die worden sterker gemaakt, die worden aangescherpt. Verbindingen die weinig worden gebruikt, die worden verzwakt of zelfs weggehaald. Dus als je een leven lang ADHD-achtig gedrag laat zien, dan is het niet gek dat je brein er ook anders uit gaat zien. Het tweede misverstand dat daar ook mee samenhangt, is het idee dat als het een hersenaandoening zou zijn, dat betekent dat de enige mogelijkheid die je nog hebt voor behandeling pillen zijn. Ook dat klopt niet. De hersenen kunnen immers gevormd worden door gedrag. Als je ADHD-achtig gedrag laat zien, dan beïnvloedt dat je hersenontwikkeling. Maar andersom, als je een gedragstherapeutische interventie gaat toepassen, dan ga je daarmee het gedrag veranderen en ook daarmee in het verlengde daarvan de hersenen. En de derde misvatting is het idee dat als ADHD een hersenaandoening is, dat zou betekenen dat het nooit meer over kan gaan. Ook dat klopt niet. We weten dat ADHD bij een derde van de mensen die het als kind heeft, dat ze in de puberteit en op volwassen leeftijd niet meer aan die diagnose voldoen. Vergelijk het met astma. Kinderen met astma, de helft daarvan, die heeft het ook niet meer op volwassen leeftijd. Het zegt niks over of het een hersenaandoening is of niet. Nou, wat ik dan nu graag zou willen doen in de tweede helft van deze lezing, is u vertellen wat we dan eigenlijk weten van de hersenen bij ADHD. En ik ga beginnen met eigenlijk dat waar we nu wel redelijk zeker van durven te zijn. En dan vervolgens ga ik u iets vertellen over de stand van de wetenschap en waar we naartoe willen ermee. Dus om te beginnen met het eerste, wat weten we nou eigenlijk? Nou, het eerste wat ik u moet vertellen, maar dat vermoeden u misschien al wel, is dat het meeste hersenonderzoek dat gedaan is bij ADHD, gedaan wordt bij ADHD, ook gedaan wordt met behulp van MRI-scans. Dus dan krijg je dit soort plaatjes. Ik zal even op deze dia wijzen, want dan hoeft niemand helemaal achterstevoren te gaan zitten. Dit is een dwarsdoorsnede van het hoofd, in deze richting zal ik maar zeggen, op een basis van de MRI-scan. En de hersenen die bevatten dus zowel grijze stof als witte stof. Martijn van de Heuvel legde net in zijn filmpje al het nodige uit over de witte stof. Wat hier paars is aangekleurd is grijs, wat roze is aangekleurd is wit. In de grijze stof van de hersenen liggen de cellichamen van de neuronen of van de zenuwcellen. En die hebben lange uitlopers, lange draden die we axonen en dendrieten noemen, om met elkaar te kunnen praten. En die lopen in de witte stof. Dat is waar de witte stof uit bestaat. Dus de prachtige figuren die Martijn maakt en die structuren die hij laat opbouwen, dat is allemaal de structuur van de witte stof. Nou, wat weten we dan van de hersenen en van hersenvolume bij ADHD? We gebruiken dus deze beelden om een aantal aspecten van de hersenen te meten. En één ding dat we kunnen meten is het volume. We weten dat gemiddeld genomen op groepsniveau het brein iets kleiner is bij mensen met ADHD dan bij kinderen zonder ADHD. En dat is zo'n 5%. Dus wat we hier zien in deze grafiekjes is hersenvolume over leeftijd van hier jongens en hier meisjes. Hier op de y-as, het is misschien een beetje klein, staat het volume. Hè? Een brein is gemiddeld ongeveer zo'n liter groot. En bij kinderen met ADHD, jongeren met ADHD, is dat net iets kleiner op gemiddeld niveau. Wat ik dan hier heb in dit plaatje voor u, is de individuele data. En het is een beetje verwarrend, want de kleuren zijn hier omgedraaid. Dat was een beetje onhandig, maar goed, dat kon even niet anders. En dit zijn de individuele data. Dus wat je hier ziet,
zijn wederom leeftijd hier op deze as. En op deze as staat het volume van de hersenen. En ieder lijntje hier is een persoon die meerdere keren een MRI-scan heeft gehad. En de puntjes zijn het gemeten hersenvolume op die verschillende MRI-scans. Dus wat je hier ziet is per individu hersenontwikkeling eigenlijk. En wat vooral opvalt natuurlijk is de enorme grootte van deze wolk. Dus als je kijkt naar dit puntje hier bovenaan en vergelijkt met dit puntje hier onderaan van twee mensen die ongeveer even oud zijn, er is een tweevoudig verschil in hersenvolume hier. Er is een enorme variatie. En natuurlijk is het wel zo dat de rode lijntjes gemiddeld genomen wat lager liggen dan de blauwe lijntjes. Maar je kunt op het oog hier al zien dat dit dus niet de manier is om een diagnose te stellen. Je kunt niet op basis van een MRI-scan zeggen, kijk, dit kind heeft ADHD en dat kind niet. Dat gaat niet. Nou, wat ik dan nu even wil doen is vertellen welke gebieden in de hersenen weten we dat belangrijk zijn voor ADHD. En wat u hier ziet is een zijaanzicht van een brein. Je kunt het zo zien liggen in de schedel. En wat rood is aangekleurd is de frontaalkwab, het voorste deel van het brein. Het is een van de gebieden waarvan we weten dat het belangrijk is voor ADHD. Hier wederom een zijaanzicht van een brein, deze keer van de andere kant. En hier achteraan, onderaan, ligt het cerebellum, of de kleine hersenen, zijn ook belangrijk bij ADHD. En hier kijken we naar de zogenaamde basale ganglia. Dat zijn diepe grijze kernen, diep in het brein. En ook die zijn gebieden waarvan we weten uit de literatuur dat het belangrijk is voor ADHD. Nou, wat doen deze gebieden en deze hersensystemen? Oh, ik sla er eentje over, excuses. Wat ik nog even wilde laten zien is iets wat we weten van hersenontwikkeling bij ADHD. En ook hoe dat samenhangt met outcome. Want ik zei net al, een deel van de kinderen met ADHD die heeft die diagnose niet meer op latere leeftijd als ze in de puberteit een volwassen worden. Dus wat u hier ziet is een aanzicht van in dit geval de bovenkant van het brein. Hier kijkt u naar de zijkant van het brein. En hier kijkt u naar de mediale doorsnee, dus het vlak tussen de twee hersenhelften, zal ik maar zeggen. En wat deze kleuren laten zien is verschil in de dikte van de buitenste schors van het brein tussen kinderen met ADHD en kinderen zonder ADHD. En gebieden die groen zijn, die verschillen niet. Maar gebieden die geel en rood zijn, die zijn dunner bij de kinderen met ADHD gemiddeld genomen. Dus u kunt hier mooi zien bijvoorbeeld, hier in dat middelste vlak, dat dat vooral in de voorkant van het brein zit, in de prefrontaalcortex, waarvan ik net al zei. De frontaalkwab, waarvan ik net al zei, die belangrijk is voor ADHD. Nou, wat de auteurs in deze studie hebben gedaan, dat is heel aardig, is dat ze hebben kinderen gevolgd over de tijd. En gekeken van, goh, er zijn kinderen met ADHD met wie het goed gaat over tijd, waar die beter gaan functioneren, die minder last hebben van hun symptomen. Maar er zijn ook kinderen waarbij het over de tijd niet beter gaat, maar het slecht blijft gaan en misschien zelfs wel slechter gaat gaan. Zien we dan iets anders in hun hersenontwikkeling? En wat ze hier laten zien, is dat die gebieden die hier al dunner zijn, hè, tussen die twee groepen, dat die bij de kinderen met de slechtere outcome, zal ik maar zeggen, dus waar het slechter mee gaat of slecht mee blijft gaan, die blijven dunner. En als je die kinderen vergelijkt met de kinderen met ADHD met wie het beter gaat, dan hebben ze ook dan ten opzichte van de kinderen met ADHD met wie het beter gaat, hebben ze een dunnere schors hier. En als je dan de kinderen met ADHD met wie het beter gaat vergelijkt met kinderen zonder ADHD, dan zie je eigenlijk dat die verschillen hier bijna weg zijn. Dus dat ondersteunt het idee dat wat er met je gedrag gebeurt en hoe het met je gaat en hoe je functioneert in het leven, dat het ook iets doet met je hersenen. Goed, dan ga ik nu naar dat intermezzo, naar het volgende plaatje. En dan ga ik ook iets zeggen over wat deze hersensystemen, deze gebieden doen in het dagelijks leven, wat hun functie in het leven is. Het plaatje dat u hier ziet, u ziet hier van die spaghetti. Het lijkt een beetje op de spaghetti die u net ook zag bij Martijn van de Heuvel. Dat klopt ook, want het is dezelfde techniek. Dus waar u hier nu naar zit te kijken, zijn de witte stofbanen. En in dit geval zijn het de witte stofbanen die de frontaalkwab, dus het voorste deel van het brein, verbinden met de basale ganglia. Dus het zijn die diepe grijze kernen diep in het brein. En ook de verbindingen tussen die gebieden weten we zijn belangrijk voor ADHD. Nou, dan is het zo dat de buitenste deel van die verbindingen, die is heel belangrijk voor
een functie van controle hebben over je gedrag. En om u een idee te geven wat u zich daarbij moet voorstellen. Nou, stel u voor, u rijdt naar huis met de auto, rijdt op een stoplicht af, dat staat op groen. En precies op het moment dat u even gas wilt gaan geven om door dat stoplicht heen te rijden, springt het op rood. Nou, dan moet u dus uw gedrag controleren, uw voet van het gaspedaal afhalen en het op de rem drukken. Dat bedoel ik daarmee. De binnenste van deze banen die zijn vooral betrokken bij bij gevoeligheid voor beloning. Dus wat ik bijvoorbeeld thuis doe met mijn kinderen is, we hebben zo'n stickersysteem. En als ze doen wat ik ze vraag, dan kunnen ze een sticker mee verdienen. Nou, dat is iets waarvoor de binnenste verbindingen tussen die basale ganglia en de frontale kwab heel belangrijk zijn. En het cerebellum, de kleine hersenen en de verbindingen daarvan met de frontaal kwab, die zijn heel belangrijk voor timing en het beleven van timing. Dus stel je voor, je zegt tegen een kind met ADHD van, je moet even een minuut rustig op je stoel blijven zitten en dan kunnen we daarna gaan doen wat je wil. Nou, dat kan voor kinderen met ADHD veel moeilijker in te schatten zijn hoe lang die minuut is. Dus timing is iets waar ze wederom op groepsniveau moeite mee kunnen hebben. Nou, wat ik nu wil gaan doen is, dat klinkt natuurlijk allemaal abstract, dat zijn psychologische functies die we ook meten in het lab en die we ook gebruiken in onze MRI-studies om die te kunnen meten. En om u een idee te geven hoe dat eraan toe gaat, wil ik u eigenlijk even zo'n testje laten doen, zoals we die ook in het lab doen. Dit is een test van controle over het gedrag. En hij heet Pokinogo omdat hij met Pokémon-figuurtjes werkt. Nogo omdat dat de opdracht is, maar dat ga ik u nu uitleggen. En de opdracht die wij de kinderen geven bij deze test is dat ze alle Pokémon-figuren die op een scherm verschijnen moeten vangen. En dat moeten ze doen door op een knop te drukken. Nu heeft u geen knop en ik wil u toch deze test laten doen. Dus ik ga u vragen om allemaal een voet omhoog te doen. En zodra er een Pokémon op het scherm verschijnt, vraag ik u zo snel mogelijk deze te vangen door met uw voet op de grond te stampen. Goed zo. Dat moet wel iets harder. Okay. Dit is Meowth. Meowth is de slechte Pokémon. Als u Meowth vangt, pakt hij alle Pokémons die u al gevangen heeft af. Dus als Meowth komt, niet op de knop drukken. Goed. We gaan zo beginnen. Dit is het beginscherm. U moet al uw aandacht richten op deze fixatiepunt, deze bal. Voet omhoog. Dan gaan we zo meteen klaar voor de start. Dames en heren, dat was waardeloos. Dat kan veel harder, veel sneller. Iedereen klaar? Ik wil een oorverdovend gestamp horen. Oké, gaan we. Veel beter. Zo ziet u maar. Het controleren van uw gedrag is veel moeilijker dan u denkt. Goed, maar zo gaat dat dus. Dit zijn de soort taakjes die we kinderen in het lab laten doen. En wat ik nu wil gaan doen, is u iets vertellen over de stand van de wetenschap bij ADHD. U heeft nu een soort basiskennis van wat we weten van de hersenen bij ADHD. En een van de dingen, ik denk een van de belangrijkste ontwikkelingen in de wetenschap, daar wil ik het met name over gaan hebben. En die ga ik ook illustreren aan de hand van het werk dat we zelf in Utrecht aan het doen zijn. Maar dat is dus niet om te zeggen dat wij de enigen zijn die daarop zitten. Er zijn meer groepen in de wereld die hiermee bezig zijn. Maar het is altijd het makkelijkst om het te illustreren aan de hand van je eigen werk. En ik begin met het punt van heterogeniteit. En dat wil zeggen variatie. Als je denkt aan ADHD, het mentale beeld dat je daar vaak bij hebt en dat mensen daarbij hebben, is van kinderen die heel druk zijn en luid aanwezig en veel lawaai maken en misschien ook nog wel een beetje opstandig zijn. En dat is het heersende beeld. Maar dat is niet het enige symptoombeeld dat bij ADHD kan passen. Er zijn ook kinderen met ADHD die helemaal niet druk zijn, maar die juist veel meer dromerig zijn en last hebben van concentratiestoornissen. Die stil in de klas achterin uit het raam zitten te staren. En bovendien is ook zo'n misvatting, is dat als je ADHD hebt, dat betekent dat je je dus nooit kunt concentreren. Ik hoor ook van ouders dat kinderen met ADHD urenlang aandachtig videospelletjes kunnen spelen. Dus er zit heel veel variëteit in het beeld, wat is nou ADHD, op symptoomniveau.
Maar ook als we kijken naar de oorzaken van de ADHD, dan zien we heel veel heterogeniteit en heel veel verschillen. We weten dat er bepaalde variaties zijn, genetische variaties, die het risico op ADHD kunnen verhogen. En let wel, dan heb ik het wel over een kleine toename in de kans. Echt een paar procent grotere kans dat je ADHD krijgt met zo'n variatie, vergeleken met wanneer je die variatie niet hebt. En we weten ook dat roken en drinken tijdens de zwangerschap, dat ook het risico op ADHD kan vergroten. Maar ook hier is het weer een kleine vergroting ten opzichte van het normale risico. Dus al deze risicofactoren die zijn ook niet per se alleenstaand oorzaken van ADHD. Het is waarschijnlijk juist de interactie tussen verschillende factoren die uiteindelijk een oorzaak van ADHD wordt. Maar ook hier is het dus duidelijk dat er heel veel variatie is in die oorzaken. Nou, een van de belangrijkste ontwikkelingen in de wetenschap op dit moment, denk ik, is het idee dat er ook heel veel variatie zou kunnen zitten in de hersenen bij ADHD. En we denken zelfs dat het zo zou kunnen zijn dat het hersensysteem dat betrokken is, waar de ADHD zich uit als het ware, dus kan verschillen tussen mensen met ADHD. Dus dat bij het ene persoon met ADHD een ander hersensysteem kan zijn dan het andere. Dus de eerste studie die ik u wil laten zien, is er een uit ons lab, uit het proefschrift van Patrick de Zeeuw. Hij zit hier op de eerste rij. En dit is er een waar we dit idee simpelweg gedragsmatig, moet ik erbij zeggen, het is niet eens een MRI-studie, hebben willen testen. En wat we hebben gedaan is eigenlijk heel simpel. We hebben gedacht van, nou ja, stel dat het nou inderdaad zo is, dat het per persoon kan verschillen uit welk hersensysteem je ADHD komt, welk hersensysteem de ADHD zich manifesteert. Dan zou het dus ook zo moeten zijn dat als je deze kinderen gaat testen op de functies, de psychologische functies die ondersteund worden door deze verschillende hersensystemen, dat ze er dan ook maar op één uitvallen en niet op allemaal. Dus wat we gedaan hebben is simpelweg kinderen met en zonder ADHD getest met een psychologische batterij, waarbij we dus taakjes hebben gebruikt, een beetje zoals die u net hebben gedaan, om te kijken naar de drie functies waarvan ik net al zei, die zijn belangrijk bij ADHD. Controle over je gedrag, gevoeligheid voor beloning en timing. En wat we vonden was allereerst, en dat is wel belangrijk om op te merken, dat de helft van de kinderen met ADHD in deze studie helemaal niet uitviel. Op geen enkel van deze psychologische taken. Dus kennelijk is hier wat anders aan de hand. Zijn dat niet alleen deze drie hersensystemen waar ADHD uitkomt. Dan hebben we ook wat dat betreft nog wel wat meer werk te doen. Maar van de kinderen met ADHD die wel uitval lieten zien, zagen we dat de meesten inderdaad op maar één van deze drie psychologische functies uitvielen. En niet op allemaal. Er waren wel kinderen die op twee uitvielen. Op drie kwam niet voor. Maar als je dit statistisch berekent, dan zijn het niet meer kinderen die op twee uitvallen dan je op basis van kans zou moeten mogen verwachten. Dus dat ondersteunt het model dat we hadden, hè, dat ADHD-symptomen zouden kunnen samenhangen met verschillende veranderingen in psychologische functies die ondersteund worden door verschillende hersensystemen. En nu zei ik al, dit is een gedragsstudie, dit is nog maar gedragsmatig. En wat we natuurlijk nu aan het doen zijn, dat zult u wel begrijpen, is dat we ook aan het kijken zijn naar de hersensystemen bij kinderen met ADHD die uitval laten zien op een van deze drie systemen. Er zijn twee promovendi mee bezig in het lab op dit moment. Janne van Bellen en Branko van Hulst. Daar is Patrick ook de co-promotor van. Maar goed, die projecten lopen dus nog. Dus die data kan ik u hier vandaag helaas nog niet laten zien. Dus wat ik u dan in plaats daarvan wil laten zien is een wat oudere studie die we hebben gedaan om te kijken naar hersensystemen bij ADHD. Dan kan ik u in ieder geval een indruk geven van hoe we dat aan het aanpakken zijn. Dus wat we hier gedaan hebben, is eigenlijk een studie gedaan in samenwerking met het Sackler Instituut in New York. Daar heb ik ook een aanstelling. En ja, eigenlijk hebben we twee keer dezelfde studie gedaan. Eén keer in New York en één keer in Utrecht. We hebben kinderen met en zonder ADHD gevraagd om mee te werken aan een MRI-scan. We hebben een functionele MRI-scan gedaan, zoals dat heet, waarmee je dus kunt kijken naar activiteit van de hersenen.
En we hebben ze een taak gegeven waarbij we gekeken hebben naar twee van de drie systemen waar ik het al over had. Het controlesysteem en het timingsysteem. Nou, die kinderen moesten die taak dus doen in de MRI. Dat ziet er dan ongeveer zo uit als je een kind in de MRI ligt. Ze liggen in een buis en daar moeten ze stil in blijven liggen. En ik krijg ook heel vaak de vraag van mensen, ja, maar ja, gaat dat eigenlijk wel goed? Kun je wel MRI-onderzoek doen met kinderen met ADHD? Blijven die eigenlijk wel stil liggen? Nou, dus ik dacht, daar zal ik ook even iets over zeggen. Dat gaat eigenlijk wonderbaarlijk goed. En wat we doen, is, er werd net al even aan gerefereerd, is we hebben een oefenscanner waar we de kinderen laten oefenen. Kinderen die we scannen zijn overigens niet zo jong als dit. Dit is de dochter van een van de promovendi in het lab, die het leuk vond om gewoon in het lab te komen spelen in de oefenscanner. En wat we hebben is een speeltunnel, gewoon van de Toys R Us. Heeft precies dezelfde doorsnee als de MRI-scanner. Dus daar beginnen we al. Met jonge kinderen, zeker, en met kinderen die angstig zijn of zo, kunnen we gewoon in de tunnel beginnen. Kunnen ze gewoon eens even uitproberen, hoe is dat nou eigenlijk? Kunnen ze alvast een beetje oefenen met stil liggen? Dan vervolgens gaan we naar de oefenscanner. Dit is dus de oefenscanner, niet de echte. Kunnen ze ook uitgebreid exploreren. We hebben een scanolifant, zoals wij hem noemen. Een knuffel met een ontzettend groot hoofd. Dus hij past hartstikke goed in die MRI. Die leggen we er al vast in. We gaan er zelf in liggen. We leggen hun moeder erin. En vervolgens kunnen ze er zelf ook in. Kunnen ze oefenen met stil liggen. Kunnen ze ook alvast even oefenen met het taakje dat ze gaan doen. Zo, dus ja, het is te doen. Nou, de taak die we ze in deze specifieke studie hebben gegeven, is dat we ze hebben gevraagd om deze hongerige muis, genaamd Hugo, te voeren. En hoe ze dat moeten doen, is we vragen ze om naar een scherm te kijken. Dat is de volgende dia. Het is een beetje donker, maar ik hoop dat u het kunt zien. Hier zit een muizengat met een deurtje. En zij staren naar het scherm en het deurtje is dicht, het deurtje is dicht. En dan met 4 seconden gaat ineens het deurtje open. En dan verschijnt er een stuk kaas. En dan krijgen ze de opdracht die u net ook van mij kreeg. Druk zo snel mogelijk op de knop om Hugo te voeren. Nou, dat gebeurt in verreweg de meeste gevallen. 76% van de gevallen gaat het deurtje open, ligt er een stukje kaas, niks in de hand. 12% van de gevallen, en onvoorspelbaar daarentegen, gaat met 4 seconden het deurtje open en er zit ineens een kat. Nou, dan moeten ze natuurlijk niet op de knop drukken, want daar doe je waarschijnlijk Hugo geen plezier mee. En tot nu toe is dit eigenlijk precies dezelfde taak die u net ook heeft gedaan met de Pokémons. Onderdrukken van je gedrag op het moment dat er iets onvoorspelbaars gebeurt. Dus dit is de manipulatie van de gedragscontrole. Dan zit er nog een tweede manipulatie in en die ziet u hier. Kijken naar het schermpje, muis, de deur dicht. Oh, en plotseling, eerder dan verwacht, gaat het deurtje open en er ligt de kaas. En dan moeten ze dus op dat moment al reageren. En op de kaas pakken voor Hugo. En het deurtje kan ook te laat open gaan. En dit is dus de manipulatie van timing die erin zit. Nou, wat zien we dan als we kijken naar hersenactiviteit bij deze twee systemen? Als we kijken naar de manipulatie van gedragscontrole, dan zien we activiteiten. U moet zich voorstellen, u ziet een doorsnede zo door het brein heen. En de bovenkant van het beeld ziet u de voorkant van het hoofd. Dus u ziet activiteit in die frontale gebieden, waarvan ik al zei, die zijn belangrijk voor ADHD. En zelfs hier ook een puntje in die basale ganglia, die dus alle twee belangrijk zijn voor dit controlesysteem. Voor de manipulatie van de timing zien we activiteit hier in de kleine hersenen, in het cerebellum. En bovendien zien we ook voor beide studiegroepen, beide locaties, dat deze gebieden minder actief zijn bij de kinderen met ADHD dan bij de kinderen zonder ADHD, gemiddeld genomen. Maar wat we zien, en dit is de gedragsdata, dus wat hier op de y-as staat, is, dit is van de timingmanipulatie, de hoeveel sneller kinderen zijn op het moment dat het deurtje opengaat, op het moment dat ze het verwachten. Dus dan hebben ze voordeel van het feit dat ze gevoelig zijn voor timing, dat ze kunnen voorspellen wanneer die deur uitkomt. Dit is de groep kinderen zonder ADHD. U ziet, hier zit spreiding in. Hier is de groep kinderen met ADHD. Hier zit ook spreiding in en ze doen het gemiddeld, zoals u kunt zien, minder goed dan de groep kinderen zonder ADHD. En de studie waar we dus nu mee bezig zijn, is om dan ook voor deze kinderen die eigenlijk helemaal geen voordeel hebben van die als het voorspelbaar is wanneer die stimulus komt, wanneer de deur open gaat, die dus een slecht gevoel voor timing hebben, zijn dus nu aan het kijken hoe dan bij deze kinderen specifiek dat hersensysteem eruit ziet. Goed. Dan wil ik u nog een derde studie laten zien uit het lab. En dat is er ook een uit het proefschrift van Patrick de Zeeuw.
En dit is er één. En dit is een soort onderzoek wat vrij veel gebeurt momenteel. En dat het ook belangrijk is, denk ik. Waarbij we proberen te kijken naar hoe risicofactoren voor ADHD nou in de hersenen tot uiting komen. En wat we hier hebben gedaan, is dat we gekeken hebben naar de invloed van roken en drinken. Maar ik ga nu even de gegevens laten zien van roken tijdens de zwangerschap. Dus wat we konden doen, omdat we een groot lopend MRI-onderzoek hebben met meer dan 300 kinderen erin, is dat we kinderen konden selecteren met ADHD waarvan de moeder gerookt had tijdens de zwangerschap. En dat bleken er 16 te zijn in de hele set. Vervolgens hebben we daar kinderen bij gezocht uit dezelfde set met ADHD waarvan de moeder niet gerookt had tijdens de zwangerschap. En die hebben we heel zorgvuldig geselecteerd, zodat ze in alle andere aspecten zoveel mogelijk op de kinderen waarvan de moeder wel gerookt had leken. Zodat we zo weinig mogelijk andere invloeden hadden die van invloed waren op hersenvolume. En daarbij hebben we ook nog 15 kinderen gezocht uit set zonder ADHD waarvan de moeder ook niet gerookt had tijdens de zwangerschap. Nou, we hadden reden om aan te nemen dat het gebied in de hersenen waar je hier het meeste effect van zou zien, van het roken tijdens de zwangerschap, dat die kleine hersenen, het cerebellum, weer zou zijn. Dus dat is ook wat we hier ziet op dit plaatje. Dit is hoe we het cerebellum meten. En dit zijn dan vervolgens de bevindingen. Dus wat u hier ziet, de individuele punten zijn de datapunten. En deze balkjes zijn de gemiddelde. En wat u hier ziet, is dat voor de controlekinderen, dus dat zijn de kinderen zonder ADHD, waarvan de moeder niet gerookt heeft, dat die een net iets groter volume hebben van het cerebellum dan de andere twee groepen. En dat er een stapsgewijs effect in zit. Dus kinderen met ADHD hebben, beide groepen hebben een kleiner cerebellum. Maar het kleinste cerebellum is van de kinderen met ADHD, waarvan de moeder niet gerookt, of wel gerookt heeft, sorry, tijdens de zwangerschap. En dit is ook een effect, dit trapsgewijze effect zien we echt alleen maar in het cerebellum. Dit zijn de data voor de rest van het brein, zal ik maar zeggen. Voor de grijze stof. En wat je hier ziet, is dat de kinderen met ADHD een kleine afname hebben in volume ten opzichte van de kinderen zonder ADHD. Maar dat het voor deze groep dus niet uitmaakt of de moeder gerookt, dat het voor dit volume niet uitmaakt of de moeder gerookt heeft of niet. Goed. Dus om de stand hiervan voor u samen te vatten. ADHD verschilt tussen mensen in termen van symptomen en ook in termen van oorzaken. En we denken in de wetenschap dat het waarschijnlijk ook verschilt in termen van de hersensystemen die erbij betrokken zijn. Wat er nu veel gebeurt is onderzoek naar de samenhang tussen die niveaus. De conclusie daarvan zou kunnen zijn dat dus niet iedereen dezelfde ADHD heeft. En waarom is dat belangrijk? Nou, dat is belangrijk omdat als je weet dat het bij verschillende mensen uit verschillende hersensystemen vandaan komt en je kunt gaan testen door middel van MRI of misschien zelfs door psychologische taken welk hersensysteem betrokken is bij een specifiek persoon met ADHD, dan bied je dat potentieel aanknopingspunten voor de behandeling. Als je bijvoorbeeld weet dat het timingssysteem betrokken is, dan zou je je interventie kunnen gaan richten op het verbeteren van de functie van die timing. En dat is wel toekomstmuziek, want zover is de stand van de wetenschap nog lang niet. We moeten eerst nog zien of dit inderdaad het geval blijkt te zijn. Maar dat is wel de reden dat dit een belangrijke richting van het onderzoek is. Goed, dit is wat we weten van de hersenen bij ADHD. En om dan nog even mijn lezing voor u samen te vatten. ADHD heeft een lange geschiedenis en is niet alleen een westers fenomeen. De controverse heeft denk ik vooral te maken met de toegenomen aandacht voor ADHD en met dat symptomen in het verlengde liggen van normaal kindergedrag. De biologische weerslag van ADHD in de hersenen verschilt waarschijnlijk tussen mensen, net als de symptomen en de oorzaken dat doen. Hersenen en gedrag beïnvloeden elkaar. Dus niet alleen hersenen gedrag, maar ook gedrag hersenen. En dat is ook bij ADHD het geval. Dat te erkennen is belangrijk om nieuwe diagnostische en behandelingsmethoden te kunnen ontwikkelen. Dus als u het mij zou vragen, dan zou ik zeggen dat ADHD zowel in de hersenen zit als tussen de oren. Want die twee dingen zijn immers niet van elkaar los te zien. U mag natuurlijk uw eigen conclusies trekken. Ik wil het daarbij laten. Ik wil u wel nog even attenderen op onze website www.niche-lab.nl. Daar kunt u meer informatie vinden over het onderzoek. En ik wil u allen hartelijk danken voor de aandacht.